Welkom bij Arnhems Uurtje Cultuur, seizoen 2021-2022, aflevering 2. Dit is een project van Rosette in Arnhem en ik ben Ineke Tegelaar, projectleider Kunst 55+ bij Rosette. We beginnen, zoals meestal, met kunst boven de bank. Stan Koldewijn ontvangt u bij hem thuis en laat u zien wat er bij hem boven de bank hangt. Jeffrey Nijs organiseerde met jongeren, maar ook met ouderen van de Gaanderij, een locatie van Sewowa, het maken van een gezamenlijke rap. Hoe leuk is dat? Een moderne vorm waarin zowel jong als oud gezamenlijk vertelt over hoe mooi het is om samen verhalen uit te wisselen. En dan kan u even achterover hangen. We hebben een mooie trailer van de voorstelling Tutti voor u. Die voorstelling is van Introdans. Percussie. Wat is dat nou precies? Iets met trommelen. Maar waar bestaat het uit? Waar komt het vandaan? En wat is het verschil bijvoorbeeld met een drumstel? Daar kan Martin Gort u van alles over vertellen. En dat gaat hij dan ook doen. En hij laat het natuurlijk ook aan u horen. En dan gaan we op bezoek bij een bijzondere galerie, Ontmoet de Kunst, van Patricia Polman. Zij exposeert en verkoopt kunst van mensen met een beperking. Een heel bijzonder bezoek. Daarna kunt u kijken naar Juliette Dame en Eveline Rozenhart. Zij maakten een mooie voorstelling voor kwetsbaardere ouderen. Onder de titel Horen. Het is een korte voorstelling die bestaat uit muziek, zang, maar ook cello. En ik zou zeggen, geniet en zing eventueel mee. En we eindigen weer met een mooie bijdrage van Museum Arnhem. Jochem komt weer aan het woord met een bijzonder onderwerp. Ik verklap het niet, kijkt u vooral. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. We zijn hier bij Stan. Hij gaat zelf vertellen wat en hoe. En dit is het schilderij waar het over zal gaan. Hallo. Stan. Ja. Het schilderij is van een overleden vriend van mij. Hij is geboren met refgebergte. Hij was eigenlijk een schilder die naturalistisch schilderde en geen abstracte maakte. Maar dit abstract, dat heeft heel veel te maken met zijn leven. Je kunt in de kleuren zien de bergen zien. Ja. Het zwart, dat is eigenlijk zijn stemming. Hij was vaak depressief. En de gele die je ziet, die symboliseren de kuststrand waar die graag kwam. En die groene lijntjes, dat is het bos. En het geheel moet je zien als een overzicht van zijn gevoelens ten aanzien van zijn leven. Het is heel erg geïnspireerd door zijn afkomst. En ik heb het gekregen van hem. Hij wilde het eigenlijk nooit wegdoen. Maar ik heb het gekregen van hem. Hij zei van, als ik het aan iemand wil geven, dan wil ik het wel aan jou geven. Want ik weet dat hij bij jou goed tot zijn recht komt. Hij hangt nu even boven de bank. Daar hangt hij normaal niet. Hij hangt normaal op een gele wand. En een van die gele die hier in verwerkt is, daar... Dat heb ik ook op een wand gesmeerd. Die kleur die heb ik laten mengen. En dat komt heel goed tot zijn recht. Maar dan moet hij nou even niet boven de bank. En dat was nou natuurlijk wel even de bedoeling. Ja. En ik ben er hartstikke blij mee. Heel zuinig op. En ik vertel graag als er hier mensen komen die mij nog niet zo kennen. Mm-hmm. En voor het eerst zien, vertel ik graag dit verhaal. Ja. Want het heeft me altijd heel erg geïmponeerd. Ja. Hij heet Hamid. Het was een hele goede kerel en hij is helaas overleden. Maar wat zie jij er zelf in? Want
Jij zegt, het triggert mij, het intrigeert mij. Zie jij er dus ook iets in. Ja, zeker. Ik zie die, door die lijnen zie ik beweging, levensbeweging. Ja. En dat er allerlei dingen samensmelten in zijn leven. En dat doet mijn leven ook. Mijn leven is ook opgebouwd uit allerlei facetten. En die kan ik niet één op één hier overheen leggen, dat niet. Nee. Maar als ik wat beeldend in mijn hoofd denk, en ik denk niet in concrete beelden, maar in abstracte beelden, dan zou ik ook zoiets wel kunnen maken, terwijl ik geen schilder ben. Ja, ja. He, dat vind ik wel heel, heel opvallend. Ja, mij intrigeert vooral de gele aspecten. En dat vind ik, dat maakt het dus een heel positief schilderij, vind ik. Ja, het is natuurlijk Marokko. Ja. En daar wil de zon behoorlijk schijnen. Ja. En het is de zon en de zee. En hij was ook wel, aan de ene kant was hij heel opgeruimd, opgewekt van aard. Ja. Maar hij kon een hele donkere kant hebben. Ja, 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 ja. En ik weet niet, in vaktaal zou je dat kunnen zeggen. Dat, maar dan etiketteer ik hem en dat wil ik niet doen. Maar dit was wel ik ken nog twee abstracte van hem. Voor de rest heeft hij alleen maar naturalistisch geschilderd. Veel bomen, veel woud, veel zeegezichten. En die verkocht hij. Ja. Daar kon hij toch wel een beetje van leven. Zoals elke kunstenaar, niet echt ruim. Nee. Maar hij kon er wel zijn boterham mee verdienen. En dat is. Dit is hij. Dit is hij helemaal, ja. Ja, oké. Als ik hem zo zie, dan zie ik hem ook. Dan zie ik haar niet. En dan denk ik ook aan al die fijne gesprekken die we met elkaar gehad hebben. En je sprak wat gebrekkig Nederlands. En als we het dan rustig aandeden, dan kwam er een prachtig verhaal. Allemaal prachtige verhalen, want het is ook een land van verhalen. Ze vertellen elkaar ook verhalen. Dat doen wij niet meer. Nee, dat is waar. Ja. Dat doen wij op dat zwarte schermpje. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt niet. Ja, dat klopt absoluut. Oké. Ja. Wil je er nog meer over kwijt? Nee. Dit is het. En het is, wat ik toch, ik heb al eerder gezegd, het is een heel kostbaar bezit van me. Ja. En er zijn mensen die het oerlelijk vinden, die zeggen van, die mensen zeggen, dat komt mijn kleine neefje van zes ook. En zegt van, je moet eens weten wat verhaal erachter zit. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dankjewel voor dit verhaal. Oké, graag gedaan. Stilstand, die was zo weg. Nou, dat kun je allemaal krijgen. Ik zeg tegen mijn kinderen ook, we gaan naar Ibiza, doen. Ik ga het wel doen. Dus ik moet het daarvoor doen. Doe wat je niet laat. Nee, ik heb het zelf ook altijd gedaan. Mijn naam is Nel. Het leven gaat veel te snel. Maar dat weten we wel. Vroeger speelden wij veel buiten. En waren we niet te stuiten. Tegen de schemer moest ik naar huis. Luisterde ik niet, dan was het niet pluis. Wat waren het toch mooie tijden. Ik ben nu ouder, niet te vermijden. Ik heb nog zoveel dingen die mij verblijden. Ik heb nog zoveel dingen die mij verblijden. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. I was walking down the street while hearing this beat. De naam is Geronimo en ik kom met die flow. Dit is de track voor oud en jong. Vroeger deed iedereen wel is dom. Het leven gaat zo snel. Ik ben je net 18 geworden en daarna ben je opeens 88. Sometimes I wanna go back to the old days. Back to the old days. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast.
Martin Ustinam. Uit Nijmegen kom ik vandaan. Van daaruit ben ik naar Arnhem gegaan. Ik hou van muziek, ook van vrouwen. Dat zal me niet berouwen. Mijn naam is Jansen. Hield vroeger veel van uitgaan en dansen. Nu gaat het allemaal minder. Mijn lijf geeft wat hinder. Daar had ik in mijn jeugd geen last van. Had veel aandacht van een speciale man. Ik ben met hem getrouwd en dat heeft mij nooit berouwd. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Ontmoette ik Hans. Muziek hoor ik graag, dat is nooit afgezaagd. Het maakt mij blij hier op te gaan draaien. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Life is going so fast. Life is going so fast. So fast. Ik heet Annelies. Weet je, het is waar. Ik ben nu 65 jaar. Met nog jaren in het verschiet. Laat me komen. Ik ben er klaar Waarom voor. Moet ik doorgaan? Doorstaan, alles wat je wilt, 100% volgaan, dat is toch normaal? Of heb ik het verkeerd? En is er nog meer dat ik nog niet heb geleerd? Vertel me, en ik probeer, want life is so short, maar het gaat zo fast. Ik weet niet waarom, maar ik ben geblest. Soms voelt het leven als een test. Het gaat zo snel, kijk op de klok en dan tik de racer. Dag allemaal, ik ben Martin. Aan mij is gevraagd om iets te vertellen over percussie. Dat doe ik al heel lang. Eigenlijk spelende wijze is dat van mijn hobby mijn beroep geworden. Op de een of andere manier was ik altijd toch wel geïnspireerd door aparte geluiden die je tegenkwam in tekenfilms of in spannende films. Altijd bepaalde geluiden die mij raakten. En omdat mijn vader vrij ritmisch was en speelde gitaar, ben ik ook gitaar gaan spelen. En ik was linkshandig en ik was vrij ritmisch. Maar linkshandig gitaar spelen,
heeft ook zijn nadelen, want je moet snaren omdraaien en het is best wel dat je zegt van even het wiel uitvinden. En toen kwam iemand, een vriend van mij, die zei, waarom ga je geen percussie spelen? En ik wist niet echt wat percussie was. En toen kreeg ik op een gegeven moment voor mijn verjaardag van mijn moeder, via die vriend, een setje conga's, timbales en bongo's. En ik luisterde toen veel naar Santana en best wel ritmische muziek. En ben toen spelenderwijs mee gaan spelen. En op de een of andere manier vond ik dat heel erg leuk. En dacht ik, hier kan ik veel energie in kwijt. Dit houdt op een bepaalde manier mij in mijn centrum van waaraf ik een prettig gevoel heb. Dus dat bleef ik eigenlijk best wel lang doen. Maar ik deed ook een bouwkundeopleiding en daar zit ook hout in verwerkt. Dus ik ging er maar vanuit dat ik liefde had voor hout. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Bepaalde instrumentjes, allemaal van hout. En bepaalde schelpjes die er een bepaald geluid maken. En op die manier werd ik eigenlijk steeds meer getriggerd. En probeerde ik de diepgang te vinden in percussie. Nadat ik mijn middelbare technische bouwkundeopleiding had afgerond. En hij was nog niet zoveel in Nederland. Dus in dit geval ontmoette ik wat Afrikanen die voor het eerst in Nederland waren. Ik heb het over 1984, 1985. En daar ben ik wat mee gaan spelen. Ik speelde toen conga's en later kwam daar de Afrikaanse trommel bij, de djembe. En met die Afrikanen merkte ik dat ritmes dus degelijk een onderdeel van de samenleving waren in die culturen. Ik ben later ook met hun een aantal keer naar Afrika geweest. Ik heb daar lessen gevolgd. Ik heb daar opgetreden. Ik ben vervolgens, omdat ik ook conga speelde, naar Cuba gegaan. Daar heb ik les gekregen als een van de eerste, samen met een aantal andere Europeanen. Kregen we les op het conservatorium in Havana in de folklore van de conga en de Afro-Cubaanse muziek. Afro-Cubaanse muziek, waaruit dus heel duidelijk bleek dat in de Cubaanse muziek ook Afrikaanse invloeden zaten. En ik kreeg daar lezingen en ik kreeg te horen dat via de slaventijd Spanjaarden en Portugezen Afrikanen uit de westkust hebben meegenomen uit Congo en Benin en Nigeria. En die zijn allemaal terechtgekomen in Cuba. Omdat ze toen eigenlijk op zoek waren, de heersers, de Spanjaarden en zo, waren natuurlijk op zoek naar de schatten van de Inca's en de Maya's. Het ontdekken van de nieuwe wereld. Tegenwoordig is dat Zuid-Amerika. En die smeltkroes in Cuba van Spaanse overheersers met Afrikaanse slaven is nu nog heel duidelijk te zien in blanke en witte bevolking die gewoon eigenlijk broeders zijn. Daar is kleur niet zo, speelt niet zo, want je hebt gewoon echt witte Cubanen en zwarte Cubanen of blanke Cubanen en donkere Cubanen zijn gewoon broers en zusters. En ondertussen zitten daar die Afrikaanse invloeden in en ik kreeg daar les in. En voor mij ging er een hele nieuwe wereld open in de percussie. Nadat ik in Afrika was geweest, ontdekte ik ook in Cuba dat de conga en de traditionele Cubaanse muziek een wezenlijk onderdeel waren van de samenleving. Toen had ik zoiets van, dit lijkt wel een soort omgekeerde piramide waar je in terechtkomt, want hoe meer je ervan weet, hoe meer je realiseert, hoe weinig je eigenlijk van weet. En we hebben het hier natuurlijk in eerste instantie gewoon over trommels die in Europa natuurlijk een hele andere positie hebben dan een viool of een cello. Dus ik had zoiets van, als mijn instrument in dit geval dan zoveel diepgang heeft, dan ga ik ervoor zorgen dat het in Europa en in Nederland iets meer met respect behandeld gaat worden. En ik ga ze laten zien dat het iets meer diepgang heeft dan bij wijze van spreken een trommel te gebruiken als bijzettafel of als paraplubak. Maar in dit geval zal ik ze laten zien en laten horen dat percussie veel belangrijker is dan en veel meer doet dan het in eerste instantie lijkt. En dat is allemaal spelenderwijs gegaan. En op een gegeven moment heb ik dat, het was voor mijn vader wel een beetje een dingetje dat ik zei dat ik echt wel de muziek in wilde. Omdat dat natuurlijk in die periode ook best wel onzekere tijden waren. Maar het voelde alsof ik dat moest doen. En ik luisterde naar mijn hart. En dat probeer ik nu eigenlijk nog steeds zoveel mogelijk te doen. En dat heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. Inmiddels ben ik vaak naar Afrika geweest en ik heb in Cuba dan gestudeerd.
die traditie probeer ik te integreren in Europese muziek. Want je kan niet alleen maar leven van folkloremuziek in Nederland. Daar is het net niet rijkelijk genoeg voor. Maar inmiddels is er toch een volledige percussieopleiding in Rotterdam en Amsterdam. En ik geef zelf les in Brussel. Dus ook hier is het percussiezaadje wel degelijk een beetje gaan bloeien. Nou, omdat ik natuurlijk ook van die trommels... Ja, ook het percussie aan zich is trommelen heel essentieel voor mij. Het aardse instrument, wat ook zeker diepgang heeft. Maar omdat ik al zei dat ik het ben gaan integreren in Europese muziek, kwam ik er natuurlijk ook achter dat percussie meer is dan alleen maar trommelen. Hij heeft ook veel sfeerelementen in tekenfilms, waar ik dus vroeger dol op was, blijkt enorm veel percussiegeluiden te zitten. In spannende geluiden ook. In spannende geluiden heb je bijvoorbeeld, kwam ik later achter, heb je dit soort geluiden. Weet je wel, voor een spannend element of weet ik veel wat. Je kan natuurlijk ook dat tekenfilmpje waar ik het over had, als het konijntje of het eekhoorntje tegen de boom aan loopt hooien. En zo heb je ontzettend veel geluiden die kracht bijzetten aan bepaalde bewegingen, die eigenlijk allemaal percussiegeluiden zijn. Je hebt nootjes. Het zijn schudders op allerlei manieren. Je hebt niet alleen een eitje of een shaker. Dus op een gegeven moment merkte ik dat percussie breder is dan ik in eerste instantie dacht. Maar mijn kennis heb ik opgedaan in de trommelmuziek, in de trommels, in de cultuur van de trommel. Ik kwam erachter dat ritmes bepaalde achterliggende betekenis hadden in Afrika. Er wordt bepaalde ritmes gespeeld als er een hoogte geplaatst persoon in een dorp komt, wordt dat kracht bijgezet met trommelen. Als er geoogst gaat worden, komen er trommels en zangers en dans. Nou, die zang, die dans en die percussie, dat is de magie waar je geen stopcontact voor nodig hebt en wat in die cultuur al heel lang bestaat. En wat voor bepaalde gelegenheden komt dat aan bod. Dus vandaar dat het een onderdeel is van die samenleving. En dat vond ik eigenlijk alleen maar interessanter en interessanter worden. En daar ben ik mij eigenlijk gewoon in gaan verdiepen, in wat de trommel doet en hoe je daar technisch in kan verdiepen. Later kwam ik er ook nog eens achter dat ik, doordat ik het met een bepaalde passie deed en al die ritmes die ik geleerd heb, ook niet allemaal kan bijhouden in de muziek waar ik hier in Europa in speel, zou ik maar zeggen. Zeker omdat ik niet alleen maar folkloremuziek speel, maar ook, ik heb 5 jaar bij Paul de Leeuw gewerkt, ik heb 6 jaar met André Hazes gewerkt, senior. Ik heb met heel veel mensen gewerkt waar het niet gaat om Cubaanse folklore of Afrikaanse folklore, maar waarbij percussie toch een mooi onderdeel in de muziek kan zijn. Dus ik ben het ook gaan integreren. En om die ritmes die ik dan geleerd had toch een beetje bij te houden voor mezelf, ben ik daar ook les in gaan geven. Ben ik dat gaan delen met mensen op allerlei niveaus, in workshops en privélessen en hoe dan ook maar. En dat heeft zich uitgebreid tot allerlei lesvormen, zou ik maar zeggen. Ik merkte dat de overdracht van de ritmes die je geleerd hebt naar anderen aan zich al een bepaalde energie teweeg brengt. En als ik dan zie dat dat aanslaat bij die mensen en wat het met hun doet, en dat ze er ook op een bepaalde manier blij van worden en even geen tijd hebben om aan andere dingen te denken. En samen een synergie aan het opbouwen zijn met de andere mensen waar ze mee trommelen. Dan word ik daar gelukkig van. Dat vind ik fijn. En dus dat op het didactische vlak. Dus toen dacht ik van, dat vind ik ook fijn om te doen. Dus ik merkte dat ik het fijn vond om de ritmes die ik geleerd had uit te leggen en te leren op allerlei niveaus. Maar ik heb ook met de Clinic Lounge gewerkt. Voor kinderen met een beperking. En dan vind ik het ook leuk om aan hun toch iets ritmisch mee te geven. En op het moment geef ik les in Brussel op het Koninklijk Conservatorium. En dan geef ik dus les aan mensen voor wie het hun vak wordt. En dat is ook superleuk. Dat is ook superleuk. Het is een moeilijke tijd om er nu je vak van te maken. Maar ik vind wel dat die mogelijkheid moet blijven bestaan in de cultuur. En in dit uurtje cultuurtje doe ik dus mijn best om het geloof van het ritme te verspreiden aan jullie. Dus ik zou zeggen, ritme zit overal in het hele leven. Ontdek het maar. Je loopt ritmisch, je hart klopt ritmisch. Het
Het zit overal. Misschien is het leuk om, los van deze sfeerinstrumenten, die in allerlei maten en vormen zijn, want ik heb echt een hele kist vol met allerlei geluiden, en die zijn te vergelijken met de vroegere hoorspelen die jullie misschien nog wel kenden, dat je op de radio dan hoorde een spannend verhaal, en dan in de studio liep er dan iemand in een bakje grind, en dan leek het net alsof die buiten liep. Hè? En er was een deur, die kon je altijd open en dicht doen, en er was altijd iets krakend, piepend geluidje, die deur piepte altijd. En zo heb je allerlei dingen die percussief aan geluid een verhaalkracht bij kunnen zetten. Dat met de sfeerpercussie. Die conga's en die bongo's en die timbales en die djembe's en al die andere dingen. Dat is gewoon echt iets waar je gewoon voor moet oefenen. Dat is net als een viool. Dat is hoe langer je dat doet, hoe meer je grip krijgt op die technieken. En ik heb mensen in mijn groep die ik wekelijks lesgeef, die zoiets hebben van, dit werkt voor mij eigenlijk bijna hetzelfde als yoga. Op het moment dat ik les van je heb, Martin, hebben we geen tijd om aan andere dingen te denken. We zijn lekker bezig en dat verlicht in het hoofd, dat schoont op, zal ik maar zeggen. Dus dat is een beetje het verhaal. Het spirituele daarachter zou kunnen zijn dat die trommel al heel lang bestaat. En als je dat in groepen doet, dan ga je inderdaad, vorm je een synergie. Het werkt verbindend. Je bent echt bezig met een vorm van zelfexpressie. Een directe vorm van die expressie raakt je hersenen. En het geeft toegang tot de beide hersenhelften. Dus ook door muziek te maken en te trommelen en ritmes te doen, maak je verbindingen tussen beide hersenhelften. Wat voor iedereen goed is, volgens mij. En sowieso even lekker muziek maken en niet aan andere ellende denken, is volgens mij goed. Dus in dat opzicht is het goed om te doen. Muziek is goed. En ik speel natuurlijk ook, dus misschien vinden jullie het leuk als ik je een stukje laat horen, kort, van de diverse instrumenten die ik hier ook in huis heb. Zodat je een idee krijgt hoe het klinkt. Een beeld, een kort beeld. Zeker ook omdat ik niet pretendeer alleen maar een folklore percussionist te zijn, maar juist een allround percussionist. Dus ik vraag ook aan de opdrachtgever wat hij vaak wil. En daar probeer ik aan te voldoen. Of daar probeer ik zo goed mogelijk een invulling aan te geven. Klein voorbeeldje daarvan is, als ik gevraagd word voor een studio om een bijdrage te leveren aan een, vroeger heette dat CD, daarvoor heette dat een LP. Tegenwoordig heet het weer vinyl. Hè? Of dat soort dingen, hoe je het maar opneemt. Maar als ik daar een bijdrage moet leveren en er wordt gevraagd of ik een shakertje wil spelen, een schutinstrumentje, dan kom ik met een hele grote kist met allerlei schutinstrumentjes. Want je hebt hele kleine, lieve, romantische schutinstrumentjes. Je hebt, wat ik net liet zien, schutinstrumentjes met effecten erbij. Lijkt wel een kalkoen. En je hebt natuurlijk ook andere schutinstrumenten. Grotere schutinstrumenten hier. En daar heb je natuurlijk nog de hele grote van. Er staat ook een hele range aan schutinstrumenten. Dus als er gevraagd wordt aan mij, kun je ergens iets schudden of een shakertje opspelen? Dan breng ik een scala aan shakers. En ik zie dan altijd enorme brede lachen verschijnen. Dat ze denken, laat ze iets horen. Zodat ze een keuze kunnen maken uit een shaker. En dat doe ik ook met ritmes. Als ik gevraagd word bij Paul de Leeuw, dan ga ik echt niet alle folklore ritmes daar spelen waar ik in gestudeerd heb. Maar ik probeer de ritmes te integreren in de muziek waar het om gaat. Zodat het een ritmische bijdrage is aan die muziek op dat moment. En daar word ik gelukkig van en dat doe ik al 40 jaar. En misschien is het leuk dat ik nu een stukje conga's laat horen, een stukje cajon en een stukje oedoe. Thank you.
Nou, wat jullie net hebben gehoord waren de conga's. En de conga's staan in directe familie met de bongo's en de timbales. Dit zijn bongo's. Ik ga jullie nu een stuk... Dit is een lichter en dunner geluid. Hebben de buren minder last van, zou ik maar zeggen. Ik ga jullie nu een stukje bongo laten luisteren. Folkloristisch handpercussie-instrument uit Peru. Quijada de burro, de kaak van een ezel. Klinkt als volgt. Er zijn twee instrumenten geïnspireerd op deze quijada de burro. De eerste is een fibra slap. Trillen van die kiezen. Het andere instrument is de guido, geïnspireerd op die kaken. Het volgende instrument waar ik hier op zit is een cajon. De cajon komt uit Spanje, zit in de flamenco traditie, rumba flamenco. En Hij zit ook in de Afro-Peruviaanse muziek, in Peru. Klinkt als volgt. Kan ook wel gebruikt worden als een soort drumstelletje in een zachtere versie. Het volgende en tevens laatste instrument van deze percussieserie is de oudu, een klankkruik. Komt onder andere in India voor in de muziek. Zo, dit was weer mijn korte bijdrage aan het Arnhems Uurtje Cultuur. Ik vond het fijn om te doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Het was heerlijk om jullie even mee te nemen in mijn percussiewereld. En ik hoop dat ik jullie deels heb geïnspireerd. Bedankt en tot ziens allemaal. Wij zitten in het gebouw van T-Mobile... En wij zijn bij Galerie Ontmoeten Kunst. En ze zitten wel anti-kraak. Dus of ze heel lang hier mogen blijven zitten, dat weten we nog niet. Maar dit is een speciale uitzending. De titel van dit schilderijtje is Aan een zijden draad.
En dat maakt het gewoon helemaal duidelijk. Meer uitleg is niet nodig. Ik hoorde net van jou dat er hier nog wel wat gezelligs bij te vertellen is, toch? Ja, het werk boven wat je ziet heet Kleine Blauwe Stad en is van Jan Endenveld. Hij werkt op atelier De Rondeel. Vroeger was het de Heigraaf, door fusies is dat nu De Rondeel geworden. Maar deze kunstenaar heeft ook al werk gehad op een expositie in het Singer in Laren. En dat ging dan uiteindelijk om outsider art en art bru. Dus gewoon een bekende kunstenaar, kunnen we wel zeggen. Ja, bekende kunstenaar geworden. Ja. Ja. En is er over de onderste nog iets speciaals te zeggen? Dat vind ik op een of andere manier heel intrigerend. Ja. Het heet Zon en Hondje. Oh, goed. Ja. Jee. Heel authentiek. Ja, heel authentiek, maar echt fantastisch. Hier zien we Luc weer. Deze vond ik ook fantastisch. Wat leuk dat u naar ons kijkt. Mijn naam is Juliette Dame. In het dagelijks leven ben ik muziekdocent. Ik werk heel veel met kinderen. En ik ben dirigent, koordirigent. En ik maak heel graag muziek met en voor u. Dag, ik ben Evelien Roosnaert. Ik ben celliste en dat doe ik al vanaf mijn 12e. Ik zit nu in een orkest, maar heel veel in jeugdorkesten gespeeld. Heel veel met andere mensen samen, andere instrumenten samen. Heel veel lol in muziek maken. En ook voor u. Ja, en Evelien, heb je nog meer namen of is het gewoon Evelien? Voor mij is het eigenlijk alleen maar Evelien. Mijn ouders die kwamen niet verder. Oh. Ja, maar en hoe heet jij eigenlijk dan? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heet Juliette Johanna Theodora. Dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Eigenlijk ben ik heel erg jaloers, want ik wil eigenlijk ook wel twee van die mooie. En dan zit ik te denken aan mijn moeders naam. Dat is Maria Hilagonda. Wat vind je daarvan? Prachtig. Mooi, hè? Trouwens, mijn namen die komen ook van mijn oma en van mijn opa. Johanna is geloof ik van de moeder van mijn moeder. En Theodora komt van de vader van mijn vader. Nu vraag ik me af, u heeft vast ook meerdere namen. Als u uw eigen naam volledig uitspreekt, hoe klinkt die dan? Als u dat nou eens even doet en u deelt het met uw buurman, buurvrouw, dan zingen wij ondertussen een liedje over hoe lastig het kan zijn om een kind een naam te geven. En Juliette Johanna Theodora? Ja, Evelien Maria Hillegonda. Als het nou een zoon is. Ja? Vind jij dan dat Klaas te gewoon is? Ah ja. En als de meisje is, noem ik haar Eleonore. Nou, dan leg ik haar te vondeling, dan weet je het van tevoren. Dit is de zwaarste taak van heel ons huwelijk. Hoe vind je Klaas? Afschuwelijk. Oh, hoe moet die heten? Hoe moet die heten? Want jij
jammer dat we dat nou nog niet weten. Het is lastig om een kind een naam te geven. Die stakker houdt die naam voor heel zijn leven. We hoorden het niet eens met elkander. Gerrit, Herman, Joris, Doris, Cloris, Alexander. Of enkel Jan of enkel Piet. We weten het niet. Hoe moet die heten? Als het een zoon is? Ja. Vind jij dan dat Gerrit er gewoon is? Ja. En als het een meisje is, noem ik haar Henriette. Dan zal ik haar reken maar meteen het huis uitzetten. Waarom is namen geven nou zo moeilijk? Hoe vind je Dora? Oh, verfoeilijk. Oh, hoe moet die heten? Hoe moet die heten? Wat jammer dat we dat nu nog niet weten. Het is lastig om een kind een naam te geven. Die stakker houdt die naam voor heel zijn leven. We worden het niet eens met elkander. Gerrit, Herman, Joris, Doris, Cloris, Alexander. Of enkel Piet of... Enkel Jan, we weten het niet. Hoe moet die heten? Ja, en dan nu een kleine quiz voor u. Ik speel een liedje en er komt een naam in voor. En dan mag u raden welke. Elke morgen om 8:30 komen we dat meisje tegen. Rode muts, een blonde lok, helgeel truitje, een blauwe rok. En ze trippelt zwijgend naast haar ma. Daarom zingen alle jongens haar verlangend na. Wie is dit meisje? Weet u het al? Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet, dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. En nu deze. Dit is een jonge man. Roept u maar. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Goed zo. Ja, dat is Peter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui en een rode sjaal, blauwe ogen, donker haar, groot en knap en 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom, kijk niet naar ze om, want zo is Peter, want zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? En nu de laatste. Dit meisje heeft een afwijking. Dit meisje is een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze is een petit peu nerveux, maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond haar moe een straf. En telkens als ze weer begon, riep mama, blijf toch af. En wie is dit? Nee, geen Sofietje, geen Katinka, maar Louise zit niet op je nagels te bijten. Pah! Wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je nagels verslijten. Pah! Wat vies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve pop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise. Goed gedaan. Ik ga nu op de cello spelen een stuk
wat 200 jaar geleden is geschreven op mijn 100 jaar oude cello. En aan u de vraag, welk dier wordt er verbeeld wat ik ga spelen? Aan het eind verklap ik het. Komt ie aan. Water, dat was de piano die het water verbeeldde. En ik was de zwaan. Wauw, wat klonk dat prachtig, die cello. Hey, en kun je ook heel simpel gewoon een toonladder spelen van Do, Re, Mi? Do, Re, Mi? Je bedoelt die CDE toonladder misschien? Ja, okay. Do, Re, Mi. Ja, dat kan. Ik zing Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol. En nu weer terug. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Ja, weet u dat dit al eeuwen oud is, dit solmiseren van met do, re, mi. En deze handgebaren die komen nog uit de 15e eeuw. Doet u maar mee. Eventjes een beetje de handen uitschudden. Ja, goed zo. Niet te hoog, want dan moet je helemaal met je handen omhoog. Dus een beetje laag beginnen. En dan gaan we. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En nu weer terug. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. En nu een klein liedje ermee. Do, doe maar mee. Re, mi, do. De mi, mi, fa, sol, mi, fa, sol, do. Ja, lukte dat een beetje? Kent u ook een liedje waar do, re, mi in voorkomt? Ken jij dat? Ik ken hem. Ja, mm-hmm. Uit een film. Musical. Uit een musical film. We zeggen niet welke, want dat mag je natuurlijk gaan raden.
Origineel is die in het Engels. Maar we zullen een stukje in het Nederlands doen. We gaan bij het begin beginnen, zodat je het goed onthoudt. Je begint als je leest met A, B, C. Je begint als je zingt met Do, Re, Mi. Juist, Do, Re, Mi. De eerste noten, dat zijn die drie. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Do, de Do van Domino. Re van Repen Chocola. Mi, het mini mierenvolk. Fa, familie van mama. Sol, die maken we soldaat. La, die laten we maar zo. Ti, waar woont hij? In Tirol. En dan zijn we weer bij Do. Oh, 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 Do. A female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread that will bring us back to Do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sol, do. Ja, en dan willen we heel graag afsluiten met een vraag aan u. Want we komen heel graag weer snel bij u terug. En dan vragen we u, hoe heette deze film? Hoe heette deze hoofdrolspeelster, die nog leeft overigens? En kent u nog meer liedjes uit deze film? Nou, daar komen we de volgende keer graag op terug. Dag! Tot ziens! Hoi! Leuk dat je kijkt naar het nieuwe minicollege van Museum Arnhem. Nou, het is al even geleden dat ik er vorig heb opgenomen en jullie hebben dus even moeten wachten. Ja, sorry daarvoor. Ik was gewoon weg te druk met andere zaken. Ik moest mijn nieuw huis verbouwen, ik moest er naartoe verhuizen. Tussendoor kreeg ik nog mijn tweede kind, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar ja, je bent er wel druk mee bezig, dus vandaar dat het wat langer duurde. Nou, maar hier ben ik weer met een nieuw minicollege. En dat doe ik zo te zeggen vanuit een huishouden van Jan Steen door al die omstandigheden. En dat is ook toevallig, want vandaag ga ik het hebben over Jan Steen. Museum Arnhem heeft namelijk een werk van Jan Steen in de collectie. Dit werk heet Het Krakeel en is geschilderd in 1671. Nou, een krakeel, dat is een ouderwets woord voor een opstootje. En dat is ook hetgeen wat we zien op dit schilderij. Nou, we zien wat mensen rond een ton bij een herberg. En op die ton, daar is een kaartspel gespeeld. Alleen dat is nu wel voorbij. De mannen links, die zijn goed gestemd. Maar de man rechts, die is echt ziedend. Die heeft al zijn rapier, dat is een klein zwaardje, die heeft hij al getrokken. Maar gelukkig wordt het tegengehouden door een oudere vrouw. Nou, in de achtergrond zien we nog een man wegrennen met angst voor eigen leven. Dit schilderij is altijd gezien als een typisch werk van Jan Steen. Het is een zogenaamd genre schilderij. Een schilderij waarop het leven van alle dag te zien is. Alleen toen ik het ging onderzoeken voor het onderzoeksproject dat ik doe bij Museum Arnhem, viel me op dat er waarschijnlijk nog een diepere betekenis achter zit. Nou, je zal waarschijnlijk wel gezien hebben dat er in de voorgrond een kind op de grond ligt. Nou, dat kind is waarschijnlijk gevallen, het ligt op de knieën, het huilt. En achter het kindje ligt een mand. Nou, het kindje zal de mand gedragen hebben, de mand is ook gevallen. En er zijn verschillende spullen uitgerold, er zitten nog een paar in. Maar eigenlijk is die mand met spullen eigenlijk altijd gezien als een mand met speelgoed. En zo is dat ook beschreven in de 18e eeuw in een fijne catalogus. En er is eigenlijk nog nooit gekeken naar wat die spullen nou precies zijn. Maar als je daar nu goed naar kijkt, dan valt het op dat al die objecten iets te maken hebben met het katholieke geloof. Zo zien we een beeldje van Maria met kind. We zien een Sint-Jacobsschelp liggen. Dat is het symbool van pelgrimage, een typisch katholiek gebruik. We zien een Bijbel liggen. We zien een rozenkrans liggen, een ketting die werd gebruikt bij het bidden. We zien het koord van een Franciscane monnik uit de mand hangen.
Er ligt een vlaggetje, die werd gebruikt bij kermissen en bij ommegangen. En je zal het in eerste instantie niet denken, maar ook die mosselen, die zijn typisch katholiek. Die werden namelijk gegeten op vastenavond, de avond voor carnaval. Het is dus waarschijnlijk niet het geval dat Jan Steen zomaar het leven van alle dag heeft willen schilderen met het werk. Daarvoor zijn die objecten veel te specifiek. En er lijkt dus een bepaalde boodschap achter te zitten. Jan Steen heeft iets willen zeggen over een opstootje, een gevecht, in relatie tot het katholieke geloof dat wordt uitgebeeld door dat kind dat op de grond gevallen is. Nou, laten we beginnen bij dat kind. Dat kind staat dus voor het katholieke geloof. En als je oude boeken erop naslaat over spreekwoorden en gezegden uit die tijd, dan valt het op dat soms mensen of andere zaken worden omschreven als het kind. En dat wil zeggen dat iemand al zijn gezag en macht kwijt is en dat eigenlijk niemand er meer rekening mee houdt. Dat het niks meer in de melk te brokkelen heeft. Nou, en dat was het geval met het katholicisme in Nederland in de 17e eeuw. Want door die 80-jarige oorlog werd uiteindelijk ook het katholieke geloof verboden in Nederland. Nou, men mocht geen katholiek meer zijn. Het werd toch een beetje gedoogd. Er waren schuilkerken, er moesten stiekem de mis voeren. Maar in principe mocht het dus niet meer. Het was het kind geworden, het had niks meer te zeggen. En nou, het had dus niks meer in de melk te brokkelen. En ik heb het onderwerp 80-jarige oorlog nu al genoemd. En dat is natuurlijk een reeks geweest van opstootjes, van krakelen, van gevechten. En dat zien we ook op dit werk. We zien een gevecht. En dat kind dat lijkt te zijn gevallen door dat gevecht. Net zoals dat het katholieke geloof in Nederland gevallen is door die 80-jarige oorlog. En er zit waarschijnlijk nog een verwijzing in dit schilderij naar de 80-jarige oorlog. Nou, de man die het spel verloren heeft en die zo ontzettend boos is, is waarschijnlijk een personificatie van Spanje. Nou, en wel hierom, want nou, hij wordt tegengehouden door een oudere vrouw. En die heeft aan haar riem heeft ze twee sleutels hangen. De sleutels zitten een beetje gekruist en doen daardoor sterk denken aan het wapen van Leiden. Leiden, dat is de geboortestad van Jan Steen. Daar is hij opgegroeid en later ook weer terug verhuisd nadat hij een poos in Haarlem heeft gewoond. En Leiden heeft een belangrijke rol gespeeld in die 80-jarige oorlog. Dat was met het Leidse ontzet van 3 oktober 1574. Toen heeft Leiden als stad dapper weerstand geboden tegen de Spanjaarden en die Spanjaarden ook verdreven. Helaas heeft Jan Steen geen uitleg geschreven voor dit schilderij en achter op het werk geplakt. Ja, en daarom zijn nog heel veel dingen onduidelijk over de betekenis van dit werk. Gaat dit over de 80-jarige oorlog in het algemeen? Of gaat het over de rol van Leiden specifiek in dat lange conflict? Ja, dat weten we vooralsnog niet. En wat het nog ingewikkelder maakt, is dat Jan Steen zichzelf in het werk heeft geschilderd. Hij is namelijk een van die vier lachende mannen. En het is misschien wel de man die het hardste lacht. De man met de blauw-witte kruik. En dat maakt het dus nog ingewikkelder, want Jan Steen zelf was katholiek. En dat is apart. Want waarom staat Jan Steen te lachen bij een opstootje waarbij zijn eigen geloof het kind van de rekening is geworden? Nou, en dit geeft maar aan hoe complex zo'n oorlog eigenlijk kan zijn. Want het kan bijvoorbeeld zo zijn geweest dat Jan Steen het een prima idee vond dat Nederland zich had afgescheiden van het Spaanse Rijk. Maar dat hij toch wel erg zonde en erg naar vond dat zijn geloof daarbij verboden werd. Het gegeven dat Jan Steen katholiek was, ja, dat is eigenlijk niet echt terug te zien in zijn oeuvre. Het is wel zo dat bijvoorbeeld een bepaald geschilderd bijbelverhaal dat geïnspireerd is op een katholieke bijbel. En we weten van het Sint-Nicolaasfeest in het Rijksmuseum dat daar een protestantse en een katholieke versie van is. Maar zo'n specifieke kritiek op de behandeling van het katholiek geloof in Nederland, ja, dat kenden we nog niet van hem. Het is dus een uniek werk en het onderwerp is eigenlijk best wel interessant. En we moeten er nog wat langer naar kijken en wat langer over nadenken om precies te achterhalen wat de bedoeling is geweest. Maar soms weet je dat ook gewoon niet. Want het kon natuurlijk niet zo zijn dat Jan Steen te opzichtig zo'n omstreden boodschap kon schilderen. Hij had nog best wel wat te verliezen. Hij was natuurlijk wel een succesvol schilder, maar ja, dat kon ook weer zo voorbij zijn. Dus ja, misschien komen we er nooit achter wat hij er nou echt mee bedoeld heeft. Dit was hem weer voor vandaag. Ontzettend bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot de volgende keer. Dat was het alweer. Ik hoop dat u hebt genoten.
tot de volgende aflevering.